kindjes. Kleine kindjes. De kindjes van groep 1. Ga naar daar. Ze maken een plekje uit op de groene matten. Ik ben naar midden. En de kindjes van groep 2 mogen op de bank gaan liggen. Kijk, ga naar daar. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. En wat zit hier allemaal zo braafjes bij? Ik heb wel eens op school voorgelezen. Nou, daar vlogen de kindertjes alle kanten op. Dan zijn jullie goed afgeleefd hoor. Heel goed. Heel goed luisteren. Ja. Zo, wie krijgt thuis voorgelezen van papa en mama? Ja, jullie hebben voorgelezen thuis voordat je naar bed gaat? Ja. Mooi. Wat is het mooiste boek wat jij leuk vindt? Welk leuk verhaal heb jij gehoord van papa en mama? Een varken en een olifant. Zo. De ene is heel groot en de andere is klein. Okay. Ja. Ja. Jij? Over een beertje in de sneeuw. Een beertje in de sneeuw, heeft het koud. Ja. En jij? Ik ga naar groep 3. Je gaat naar groep 3. Nee, hij gaat niet naar groep 3. Is het een hij of een zij? Ik ga naar groep 3, bijna. Ik ook. Oh, oké, bijna allemaal. Oké, we gaan voorlezen, jongens. Nou, goed luisteren hoor. Goed luisteren. Wat is er met jou aan de hand, giraf? Ik ga naar groep 3. Vraag dicht. Je bibbert helemaal. Kan je dat doen? Bibberen? Hoe gaat dat? Bibberen? Koud. Dan heb je koud. Je bibbert helemaal. Ik heb het zo koud vandaag, antwoordt Seraf. Dan moet je een lekker warme sjaal omdoen, stelt Big voor. Maar ik heb helemaal geen sjaal. Zegt Giraf. Volgens mij heeft Muis een sjaal, zegt Big. Misschien mag je zijn sjaal wel omdoen. Giraf en Big lopen samen naar Muis. Dag Muis, zegt Big. Giraf heeft het koud. Mag hij jouw sjaal omdoen? Ja hoor, antwoordt Muis. Ik heb het toch niet koud. Lief hè? Dat is een sjaal wel afgeven aan giraf. Dat is heel lief. En als laatste sjaal van olifant. Kijk giraf, zegt Big blij. Nu heb je een heel lange sjaal speciaal voor jou. Dankjewel, lieve vrienden, zegt giraf blij. Nu heb ik het lekker warm. Ja, want van een sjaal krijg je het lekker warm. Dat was het dan. Afgelopen. Zo ziet ze een giraf eruit. Hele lange nek. Heeft een hele lange nek. Zeg, en hebben jullie gekeken naar Haiti, naar die aardbeving? Er zijn heel veel mensen dood gegaan, hè? Ja. Nou, ik mag jullie vertellen dat wij als gemeente namens jullie, namens alle mensen in Rotterdam, vandaag 1 euro aan Haiti geven per inwoner van Rotterdam. Dus we geven namens jullie geven we allemaal 1 euro. En dat is bij elkaar 600.000 euro geven we vandaag aan Haiti. En dan hopen we dat ze met dat geld weer scholen gaan bouwen. En dat ze weer kindertjes kunnen genezen in ziekenhuizen. Goed, zullen we eens een foto maken, juffrouw?